als je een elektrische auto koopt, dan denk je waarschijnlijk, ik ben goed bezig voor het milieu. Maar het NRC heeft vanochtend een verhaal gepubliceerd waaruit blijkt dat pas na jaren rijden in een elektrische auto dat voordelig is voor het milieu. Ja, ik ben niet verbaasd dat in het NRC staat. Waar ik wel verbaasd over ben, is dat wij daar verbaasd over moeten zijn. Het is al heel veel jaren bekend dat elektrisch rijden hartstikke leuk is, fiscaal. Maar voor het milieu maakt het geen donder uit. Kan het niet zo zijn dat door nieuwe technologieën dan dus wel voordelig is, ook voor het milieu? Ja, nou, dat zou kunnen, maar dat duurt nog heel erg lang. Die accu's die zijn ongelooflijk milieuverontreinigend. Het procedé om ze te maken zijn ontzettend milieuverontreinigend. Maar om ze uiteindelijk weer te slopen is nog veel ernstiger. En je moet nadenken dat die accu's, ja, die leven op energie. En die energie die komen uit hele vieze fabrieken. Dus iedereen die in zo'n monsterlijk ding rijdt en denkt van potverdik, ik ben goed bezig. Nee. Maar ik denk ook dat 3/4 van de mensen die in zo'n batterijwielen rijdt, dat doet om fiscale redenen. Om gewoon dat ze, ja, geld ervoor krijgen, gesubsidieerd worden door mensen die niet in zo'n ding rijden.